Hebben we een vrolijke stemming? Ja. We kunnen wel fijn met elkaar praten. Hè? Dat vind ik zo fijn. Dat heb ik met mijn vorige man, met Karel, heb ik dat nooit kunnen doen. Ik kon nooit goed met hem praten. Maar wij kunnen zo lekker bomen, hè? Ja, de ene keer beter dan de andere keer. Maar in principe kunnen we... Ja, precies. De ene keer beter dan de andere keer. Ja. Mag ik je... Oh, ik heb er zin in. Mag ik je een hele brutale vraag stellen, Bob? Nou, liever niet. Maar als het moet, dan moet het. Ja, vraag maar. Heb jij wel eens seks met een man gehad? Nee, natuurlijk niet. Wat denk je wel? Echt niet? Nee. Ik hou van vrouwen. Maar, toch? Ik kan me voorstellen, maar, ook als kind niet? Nee, eigenlijk als kind ook niet. Nee. Je hebt toch wel eens geëxperimenteerd. Dat doet elke man. Elke echte heteroman die heeft in zijn leven wel eens een homo-ervaring gehad. Nou, dan moet ik goed nadenken. Even. Denk maar even eens heel goed na. Ik voel, Bob, dat er iets boven komt. Op de middelbare school heb ik wel eens met een jongen gerotzooid. Maar dat was heel normaal, dat deden anderen ook. Dat was spielerij. Dat was normaal eigenlijk. Het gaat er niet om of het normaal was, daar gaat het niet om. Maar of je het gedaan had, daar gaat het om. Ja, een beetje experimenteren, ja, terrein verkennen. En wat deed je dan? Ah, dat weet ik niet meer, zeg. Hoop, dat is zo lang geleden. Dat weet je heus nog wel. Nou ja, gewoon een beetje aftrekken wat we allemaal deden in de bosjes. Heel onschuldig. Ja, dat is... Ja. Aftrekken in de bosjes? Ja. Ja, maar, onschuldig. Nee, maar, ja. En meer niet? Nee, meer niet. Dat is toch... Ja. Niet neuken letten? Oh, zeg nee, ik geloof het niet, nee. Nou, ik geloof het wel. Als je het zo zegt, dan geloof ik het wel. Nou, één keer. Er was een jongen van een klas hoger, die. Wat deed hij dan? Nou, die heeft mij geneukt een keer. Ja, en ik ben dat helemaal vergeten. Dat is niet erg. En Bob zegt eerlijk, vond je het fijn? Ja, waarom niet? Het gebeurde, hè? Waarom niet? Het gaat er niet om, maar vond je het fijn? Ja, eigenlijk wel, hoewel ook het pijn deed in het begin, maar het is, ik weet niet. Maar laat het niet meer. Nee, later deed het geen pijn meer. Toen was het wel best lekker. Dan vond ik het wel... Ja, het was wel echt iets... lekker? Nou ja, het was wel een lekker gevoel. God, ik heb er daarna nooit meer aan gedacht. Ik heb er nooit meer aan gedacht. Zie je nou, Bob, dat je een homo bent? Nou, hoe kom je daar nou bij? Hoe kom je daarbij? Omdat je het fijn vond. Ja, toen. Nu niet. Toen. Nou... Ik denk dat je het nu ook nog fijn zou vinden. Nee, hoor. Je bent gewoon een homo. Ik heb het steeds gedacht. Bob is een homo. Hoe kom je daar godverdomme bij? Je mag toch als jongen wel experimenteren? Dan krijgen we nou, zeg. Ik heb het altijd gedacht dat je een homo was en het blijkt toch dat je een homo bent? Ach, ben je dat toch eerlijk? Zo de mythe toch op, kutwijf. Waarom zou ik nou een homo zijn? Oh, dan ben ik ineens een kutwijf, terwijl jij een vuile flikker bent. Vicky, dat deed ik altijd met Emmy. Of ik zeg nou iets zo verschrikkelijks dat je meteen aan zelfmoord gaat denken, of we blazen de ruzie weg. Dat deed ik met Emmy altijd, Vicky. Ik haal ze door elkaar. Ja. Hoe gaat dat dan? Nou, dat gaat zo. En dan blaas je het weg. Wat een goed idee. Wat een goed idee. Ja. Laten we de ruzie dan wegblazen. Blazen we dan weg.